ik ben Peter Vrijheid, ik ben lid van het bestuur van Beweging voor Net in Meerhout en wij zijn bezig met onze jaarlijkse Pentse Kermis. Dat is eigenlijk een traditie gedurende meer dan 30 jaar, dat vroegere ACW en nu Beweging voor Net dat organiseert. En dat is een eetdag waar mensen Pentse kunnen komen eten en sinds een aantal jaar ook koudschotel. We hebben ongeveer een 350-tal sympathisante eters op de hele dag. Dus een 220-tal Pentse en ruim een 100-tal mensen die koude schotel nemen. De meeste komen dat hier in de zaal verbruiken, maar het wordt ook geleverd bij oudere en zieke mensen aan huis. Dus een 40-tal maaltijden worden ook aan huis geleverd. De opbrengst gaat eigenlijk naar beweging.net en wat doen wij er onder andere mee? Als verenigingen een verjaardag kennen, dus bijvoorbeeld 10 jaar bestaan of 20 jaar, dan storten wij een bijdrage. En wij organiseren ook voor alle bestuursleden van ziekenzorg, van KWB, van OCRA, van FEMA, van de deeltakken, driejaarlijks een trefmoment. Dan voorzien wij muzikale animatie, een komiek, wat catering en wat receptie. En dat wordt dan voor een symbolische prijs aan alle bestuursleden aangeboden. Elk jaar bieden wij ook een gratis barbecue aan voor de mensen die in de loop van het jaar zich actief inzetten. We kunnen dat vandaag realiseren doordat we hulp hebben van een 30-tal vrijwilligers. En dat zijn eigenlijk allemaal bestuursleden van KWB, OCRA, ziekenzorg, FEMA, van de deeltakken. Heerlijk. Ja. En komt u vaak? Is het de eerste keer dat u komt? Nee hoor, dit is denk ik onze 12e keer dat we hier komen. We zijn elk jaar van de partij, gewoon dat het gewoon heerlijk is. En gewoon met z'n allen bij elkaar. Heel gezellig. Dat is het. Ja.